Glory Heavyweight Tournament Champion, Jamal Ben Saadi. Ja, kijk, ik kan niet voor Jamal spreken nu natuurlijk, maar ik weet wel hoe we er zelf een beetje over denken natuurlijk. Kijk, het is gewoon heel simpel. We hebben dat toernooi gewonnen. En er is toen ook gezegd dat de toernooiwinnaar natuurlijk de titleshot krijgt. Nou was de partij Rico Jamal sowieso nog interessant, want het is 1-1 en het was weer kiele-kiele. Dus het is sowieso een interessante partij. Dan winnen we ook nog dat toernooi. Nou ja, ik denk dat waar de mensen om hebben gevraagd is die partij. En het is in december gebeurd, dus ze hadden die partij ook wel iets eerder kunnen doen, denk ik. Waaraan het allemaal lag, het zal contract zijn of weet ik veel. Dat is, ja, dat is niet aan mij. Maar nu komt die partij dus inderdaad, dus we voelen ons wel een beetje gepasseerd. Best wel heel erg eigenlijk. Maar ja, ik hoop dat ze zelf, wat moet je eraan doen, weet je. De partij staat en ik hoop dat wij de winnaar krijgen. En dan gaan we dan maar even laten zien dat wij die titleshot verdiend hadden. Ik hoop dat ze met iets moois komen. Laat hun mij niet even zinnen. Het is aan Glory, denk ik. Wij hebben laten zien dat we op dit moment wel de nummer 1 contender zijn. Kijk, ik snap dat de partij Badr Rico aantrekkelijk is. Maar Jamal is er zeker ook nog. En we hebben wel laten zien dat we die titleshot hebben verdiend, denk ik. Ja, dus we voelen ons zeker gepasseerd. Ja, kijk, het zijn allebei interessante partijen, maar qua de afgelopen cv denk ik dat Jamal het wel meer verdient. Maar kijk, ik begrijp ook wel dat de partij Rico Badr heel interessant is natuurlijk. Maar het had allemaal wel op een andere manier gekunnen misschien, ik weet het niet. Maar ja, nogmaals, laat Glory maar met iets komen en wij zullen daar op onze manier een antwoord op geven of omhandelen. En, ja, er zijn veel vraagtekens, maar nu is de partij vastgezet, Rico Badr. Dus ja, voor iedereen is ook wel duidelijk dat het niet Rico Jamal wordt nu. En ja, we zullen zien. Wij willen gewoon de winnaar. Ja. Zouden jullie ook op dit moment iets anders ook accepteren? Iets anders dan Badr? Daar ga ik geen uitspraak over doen.